Ondertussen kiezen wij ondertussen onze eigen lijn. Stevig, niet politiek correct, hard op de inhoud, maar boven de gordel. En zonder persoonlijke aanvallen en zonder gekkigheid. En daar gaan wij gewoon mee door voor onze kiezers en ongeacht wat andere partijen hier allemaal doen. Voorzitter, dank u zeer. Wij praten vandaag dus over een nieuwe regel in het reglement van orde. Toevoeging van het begrip bedreiging als ongeoorloofd gedrag. Wij maken ons ook zorgen, voorzitter, over toenemende bedreigingen en intimidaties aan het adres van politici. Het is ook niet normaal dat alle fractievoorzitters inmiddels huisbeveiliging extra hebben gekregen. De tijden zijn nogal veranderd en de grenzen van het onbetamelijke zijn ver en ver opgerekt. Toch moeten we denk ik ook in dit kader veel van de trollen en sneuneuzen die ons brieven sturen, mailtjes sturen, vooral niet te veel aandacht geven. Het liefst te negeren waar het kan, want het voelt bij de meeste van dit soort mensen waarschijnlijk als een extra aanmoediging als je erop gaat reageren. Dus zo min mogelijk aandacht zou in dat geval het beste zijn. Tegelijkertijd vragen wij ons af, voorzitter, wat is nu precies de definitie van bedreiging? De initiatiefnemers komen er eigenlijk ook niet helemaal uit. Men sluit in elk geval niet aan bij de juridische verhandeling in het wetboek van strafrecht. Maar ze kleden het wat breder in. Onder bedreiging wordt verstaan een uiting die gericht is op het aanjagen van zodanige ernstige vrees bij een ander dat diegene ernstig wordt gehinderd in het uitoefenen van zijn ambt hier in de Kamer. En dat verschilt dus nogal, denk ik, per persoon en per Kamerlid. Stel, iemand in deze zaal beticht mij van xenofobie. Daar kan ik vervolgens hele vervelende mailtjes over krijgen. Maar ben ik dan bedreigd door die collega? Dat lijkt mij niet. Of neem inderdaad de tribunalen van FVD. Een totaal belachelijke opmerking wat mij betreft, maar volgens mij mag je als partij pleiten voor het oprichten van een tribunaal. En stel nou dat het pleiten voor een tribunaal dat bedreigend wordt, dan is het aankondigen van een aangifte van een ambtsbedrijf door het kabinet, zoals Wilders dat deed vorige week bij de APB, is dat dan ook een bedreiging? Kortom, we krijgen een compleet hellend vlak, is ons oordeel. Vinden de indieners dat niet ook? En het gevolg is, denk ik, voorzitter, dat wij iedere week hier bij de microfoon, elke keer, bij elke rare of lompe opmerking, van de voorzitter gaan eisen dat ze ingrijpen, want het is een bedreiging. Het is onwerkbaar. En daarbij nogmaals, wat je aandacht geeft, groeit. Wie dacht dat het opstappen van het voltallige kabinet vorige week na de tirade van Baudet zou gaan helpen, die kwam een dag later al bedrogen uit via de nazi-tweet van Houwelingen. Het continu reageren, excuses eisen, woorden laten terugnemen, schorsen, het woord ontnemen, weglopen, enzovoorts, enzovoorts, is alleen maar koren op de molen van diegenen die graag willen shockeren. Daar is het ze juist om te doen. En dat is overigens echt niet alleen FVD. Wanneer moet de voorzitter ingrijpen? Bij oproepen tot geweld en scheldpartijen. Duidelijk. Maar los daarvan mag in beginsel iedereen hier wat ons betreft alles zeggen. Dus geen woordjes gaan verbieden of achteraf uit de handelingen gaan schrappen. Want het is ook gek als je woorden als tribunaal, psychopaat of burgerlijke ongehoorzaamheid zou gaan verbieden, terwijl woorden als racist, fascist, xenofoob, die er wekelijks de revue passeren, wel zou laten bestaan. Betekent helemaal niet dat je dit allemaal ook moet zeggen. Ik hoop dat elke collega dat in zijn oren knoopt, want we hebben inderdaad een voorbeeldfunctie. Er wordt naar ons gekeken en ik kan u zeggen, we staan er met z'n allen niet zo best op. Een enkele uitzondering daar gelaten. Ondertussen kiezen wij ondertussen onze eigen lijn. Stevig, niet politiek correct, hard op de inhoud, maar boven de gordel. En zonder persoonlijke aanvallen en zonder gekkigheid. En daar gaan wij gewoon mee door voor onze kiezers en ongeacht wat andere partijen hier allemaal doen. Dank u wel.